De afzetting kwam als een grote verrassing voor de uitbaten van het restaurant bij de golfbaan. Vandaag wilde zij aan het werk, maar kwam voor een gesloten hek. We hebben net 3 weken regen achter de rug en nu schijnt de zon en nu staan er hekwerken om onze midget golfbaan. Dus ja, daar ben ik niet zo heel erg blij mee natuurlijk. We hebben arrangementen in combinatie met midgetgolf. We hebben gewoon groepen die komen midgetgolven. En daarna even wat komen eten en drinken op ons terras. Ja, dit is voor ons natuurlijk voor het na-seizoen gewoon een grote strop. De gemeente zegt Koekebier te begrijpen en betreurt de sluiting. Maar stelt dat er sprake was van overmacht. Ondertussen was zij vandaag niet de enige die voor een gesloten hek kwam. We hebben hier vanmiddag eigenlijk de laatste afsluiting van de zomeractiviteiten voor de 55-plussers. En de laatste middag is het midgetgolf. En Jeu de Bol. Met een hapje en een drankje erbij. Je weet het golf die je. Ja, is pech. Mooi niet? Nee, mooi niet. Nou, mooi niet. Lelijk niet. Nou, het schijnt dat er asbest zit. Ik weet het niet. Ik heb het zelf 21 jaar gedaan. Op die baan gespeeld. En geschuurd en gedaan, zeg maar. Nou, voel me nog wel lekker eigenlijk. Dus ja, ik weet het niet. Een speciaal bedrijf zal binnenkort verder onderzoek doen. Voorlopig blijft het terrein afgesloten voor publiek. Ook de andere midgetgolfbanen binnen de gemeente worden onderzocht op de aanwezigheid van asbest.